Nogmaals, mag ik even uw aandacht? Het is duidelijk dat we bij een libertijn en VVD-avond zijn, want iedereen heeft meer belangstelling voor het bier dan voor de politiek. Nee, de peilingen die kunnen nog wel een stukje beter. Dus daar gaan we de komende tijd hard aan werken. Vandaar dat we ook vandaag starten met onze campagne. In Den Haag zeggen wij graag, peilingen zijn palingen. De werkelijke peiling, dat zijn de verkiezingen zelf. En daar wil ik graag op wachten. Goed, ik ben er nog niet. Want Margaret Thatcher zou 3 kwartier gehaald hebben. Ik denk dat het aan ons is, aan iedereen die op de lijst staat of actief is bij een partij. Ga de straat op, ga met mensen praten en leg in ieder geval uit zo duidelijk mogelijk waar je voor staat en waarom je vindt dat mensen moeten stemmen. En daarnaast geldt voor de gemeenteraadsverkiezingen dat mensen natuurlijk heel goed begrijpen dat het om hun eigen belang gaat. En steeds meer, ook gelet op de verantwoordelijkheden die de gemeentes erbij krijgen. Ik denk als mensen zich dat voldoende realiseren, dat we ons geen zorgen hoeven maken over de opkomst. We kennen gelukkig in Nederland geen stemplicht. Je hebt ook de vrijheid om niet te gaan stemmen. Maar ik hoop wel dat zoveel mogelijk mensen... Stem VVD. Op 19 maart.